Majesteit, Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Francine en familie, dames en heren, van harte welkom bij deze uitreiking. In het bijzonder Koningin Maxima, u reikt deze prijs voor de 6e keer uit. We stellen dat ongelooflijk op prijs. Dames en heren, de opvatting van Francine Hoebe is, ik citeer, je moet alles in het leven vieren. En vandaag is daar wel dubbele aanleiding toe. Vandaag vieren we de architect Francine Hoebe, hier en in het buitenland, in groot aanzien staande. Ik wens haar, maar u allen, een fantastische middag. Lieve Francine, wat fijn dat ik je op deze bijzondere dag mag toespreken. Ik was oprecht verwonderd toen je me belde om me te vragen of ik het woord wilde voeren. Maar vond het eigenlijk ook wel weer vanzelfsprekend. Je vermeldt immers al geruime tijd in boeken en interviews de rol die ik in je opleiding en leven heb gespeeld. Je gebruikte daarbij altijd het woord leermeester. En het is een omschrijving van het begrip respect dat mijns inziens ook op vele manieren in het werk van Meccano is te bespeuren. Respect voor de gebruikers, the people. En vooral ook ten aanzien van place, de te bewerken locatie. It is such an honor and pleasure to work with Francine and her team, and we know that together you will build us the greatest public library complex the world has ever seen, and we know you will do it in budget. We saw in Francine's work what you have already seen celebrated thus far, her respect for people first, the values of those people, of the humanities that architecture must serve and architecture must enhance. Heeft een groot verlangen de wereld mooier te maken. Schoonheid is een plicht, vindt u. Maar gebouwen moeten ook de gebruikers tevreden stellen en hun bestaan veraangenamen. Uw overtuiging is dat een architect in dienst van de samenleving staat. In uw gebouwen kunnen mensen wonen, ontmoeten, plezier hebben, kennis vergaren, uitgedaagd worden, troost vinden of de stilte omarmen. Leven, kortom. U voldoet glansrijk aan de door uzelf opgelegde plicht de wereld mooier en menselijker te maken. Dank daarvoor. Met bewondering en met heel veel genoegen overhandigen wij u vandaag de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Wat een feest dat u allemaal bent gekomen. Ik ben er verlegen mee om een prijs te krijgen voor het werk dat ik toch met zoveel plezier en passie doe. Wat een prachtig cadeau heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds mij gegeven. Een mecenaat met een startkapitaal. En ik heb het de naam gegeven, dat fonds, het Eye-Opener Fonds. En officieel betekent het ondersteunen van innovatieve, creatieve projecten die tot doel hebben het culturele, economische en maatschappelijke belang
van bibliotheken te stimuleren. En nu zou ik heel graag aan u voorstellen wat ik noem mijn symfonieorkest Meccano. Want architectuur, dat maak je niet alleen. Dat doe je met al deze mensen. Graag een heel groot applaus voor de Meccano's. APPLAUS